Kreeg een mooie kerstkaart. Merry Christmas. En moderatrice. Samen met haar vriend. Nou, ook zo lief. Een hele fijne, liefdevolle middag gewenst. Dat namens Corina en de Beestenboel. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Ja, vanmiddag krijg ik visite. En ik moet nog even met de hondjes uit. Ik moet even de troep hier nog een beetje opredderen. En mijn vuilnisbak is vol, dus je moet ook eventjes weer doen. Maar ik kreeg gisteren de post, die was hier laat. Het was al donker. Marianne die was gisteren hier, nou die was alweer weg, dus dan kun je nagaan hoe laat het post die was. Zo lief! Ja. Van mijn medebeheerder, die ik als medebeheerder heb gemaakt, kreeg ik een mooie kerstkaart. Merry Christmas! Hoe lief! Ja, met een heel mooi bericht erin en dat hij, hij heeft me nogmaals weer bedankt voor het vertrouwen wat ik in hem heb gegeven, omdat hij mijn medebeheerder is. Omdat ik al wel meerdere medebeheerders heb gehad, maar die mij een schop nagaven, weet je wel. Nou ja, hartstikke lief. En een moderatrice, samen met haar vriend. Nou, ook zo lief. Ja, en mijn medebeheerder, die heet Fred van der Kaap. En haar voornaam is Francis. Ja, een schat, dat is die vrouw dan, hè? Dat is dan de vriend. Ja, hartstikke leuk en lief. En de hondje natuurlijk niet te vergeten, hè. Hoe lief, hè. Zo'n klein humpie-dumpie. Ja, echt zo lief. Maar oké, ja, ik ga ze ook weer natuurlijk ophangen aan de waar de kaarten hangen. Ja, ga ik weer, hè. Maar in ieder geval, daar ben ik heel erg blij mee. Vind ik lief. Ja, echt wel. Er was er nog eentje die vroeg mij ook al, heb je al post binnen van ons? Dat was Sandrine van Eck of Sandrine Eck. Ik zeg nee, van jou nog niet, schat. Sorry. Volgende keer beter. Ik verwacht vandaag ook wel weer post. Nou ja, kijk, maandag lopen ze niet, hè. Hou daar rekening mee. Op maandag komen ze niet. Dan lopen ze gewoon niet. Dan is er geen, ja, er is allemaal pas, weet je, maar ze komen gewoon niet. Maandag hebben ze gewoon, denk ik, een vrije dag of zo, weet ik ervan. Maar in ieder geval, dinsdag beginnen ze te lopen. Ja, ik heb de honden buiten. De kandel, die zit hier binnen. En ik ga nou ook zo meteen met de honden lekker even lopen. En daarna ga ik hier verder even aan het werk. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou voor goede moed en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer retour. Ik heb gisteren had ik een kerststukje gekregen van de kerk. Maar ze waren ook al aan de deur geweest afgelopen zondag. Dat ik me niet thuis heb gehouden, omdat ik niet in orde was. Dat meende ik tenminste. Hè? Nou, dat klopte dus ook wel, want dat kreeg ik nou ook te horen. Want ze waren weer nou aan de deur. Krijg ik iets aangeboden weer. Wij noemen dat suikerbollen. Ja, moet je er wel gek op wijzen. Ik lust het niet. Nee, ik lust het niet. Maar wel hartstikke lief. En heel erg bedankt. Ja, maar ik lust helaas geen suikerbrood. Maar ik doe er wel weer wat goeds mee. Ik geef het weer weg aan iemand die het wel lust.
dat is mijn lieftallige vriendin. Mary Hokke. Ja, dat ik geef het aan Mary Hokke. Die lust het wel. En ja, die mag ook alles hebben. Dus ja, ik geef het lekker aan haar. En ja, ik geef het niet aan Karen en Roderick. Want Karen die mag sowieso alweer geen suiker hebben. Ja, dat is allemaal niet goed voor dat meisje. En daar zit zoveel troep in. Ja. Ook voor mij is die suikergehalte, dat zoetgehalte, te hoog. Daarom lust ik het ook niet, want ik ben helemaal niet iemand die gek is op zoetigheid. Ja, mijn Bounty af en toe is, ja. Maar voor de rest, nee. Nou, de visite is dus ook al natuurlijk weer überhaupt weg. Ja, gezellig gezeten. Het was leuk, dat ging perfect, dat was hartstikke fijn. Ik heb het kerststukje van de kerk maar eventjes in de keuken gehad. Dat staat nou weer hier op tafel. En ik ben verplicht om dat op cellofaanpapier te doen, van die bloemenplastic. Omdat die plank dat geeft een beetje af, iedere keer troep op mijn tafel, dat wil ik niet hebben. Dus dat legt nauwkeurig op dat cellofaan. En dat had ik even in de keuken, omdat we lekker aan de eettafel zaten. Ik heb net de computer weer aangedaan en morgen heb ik ook eerst nog een gesprek met personen die eigenlijk thuis zouden komen bij mij in mijn huis. Maar vanwege dat gekke gedoe daar in Den Haag mag dat niet. Dus dan wordt dat op een andere manier gedaan met beeldbellen. Dus ik hoop dat dat ook allemaal goed gaat komen morgenmiddag 2:15. Moet ik present zijn voor de pc. En dan is het met een link, moet ik erop klikken, hoe dat werkt, I don't know. Maar in ieder geval, dat komt wel goed. Als het niet gaat lukken, dan moet ik eventjes die persoon bellen. Ook dat komt dan wel goed. En dan zullen we een andere oplossing zien te bedenken. En anders zullen we het uit moeten stellen tot na de 19e januari. Toch? 19 januari? Ja, 19 januari. Kijk hoe we dan weer ervoor staan. Maar in ieder geval, we proberen ons best te doen morgen. En ik hoop dat het lukt, want het moet gewoon gebeuren. Punt uit, klaar ermee. Basta. Maar in ieder geval, daarna bel ik Mary en die komt dan weer hier naartoe om deze op te halen. Ook zou vanmiddag Jack Pater van Zerelo komen. Maar ja, die app dan weer veel te laat. En die vroeg of ik thuis was. Ja, ik ben thuis, maar ik heb visite. En ik mag er maar 2 ontvangen momenteel. Nou, dat was een echtpaar. Ik tel dan in principe 1, want als je een echtpaar bent, ben je 1. Ben je samen. Samen ben je 1. Ja, ben je geen echtpaar, oké, dan ben je... Hè? Maar dit is een echtpaar. En dat hoort samen te zijn. Ben je samengesmolten, als het ware. Maar oké, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Hou wel vol goede moed. Blijf gezond, doe ik ook. Blijf vrolijk, dat probeer ik ook te doen. Wees zelf het zonnetje in huis als de zon buiten er niet is. Het begint nou ook alweer een beetje schemerig te worden, maar ik heb wel de zon vandaag gezien. Ja. Zeker te weten, de lucht is ook mooi. Echt wel. Ik ga weer een vlog in elkaar zien te zetten. En misschien dat ik vandaag nog terugkom, dat weet ik niet, maar dat zien we nog wel. Ja! En even mijn benen goed doen. Ik had ruzie met de stoel. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ja, strakjes smakelijk eten, hè. Hoe laat leven we eigenlijk? 7 minuten ongeveer. Oh, we zitten in de namiddag. Het kan nog even. Ja, om deze tijd zit ik sowieso nog niet te eten. Meerdere met mij ook nog niet. Nee. Denken er pas om 1:50 aan, denk ik, de meeste. Maar zover zijn we nog niet. Er zijn misschien nog een aantal die nog aan een koffie zitten of aan een bakje thee of wat dan ook. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Doei!